dan, alles goed? Ja, lekker met jou. Zeker. Biertje? Graag. Hey, moet je horen. Laatst probeerde iemand Don Jans te vermoorden, toch? Je weet wel, die familie, waarvan de zoons pakketjes rondbrengen. Ja, het waren de Russen, zegt ze. De laatste tijd lijkt de samenwerking niet soepeltjes meer te verlopen. De Russen, die beschuldigen Jans ervan dat hij een pakketje van 50 rug heeft gestolen. Dat vond Dimitrov reden genoeg om een kopje klein te maken, maar dat ging niet zoals gepland. Het gerucht gaat dus dat het pakketje helemaal niet is gestolen van de Russen. Nu de moordpoging is mislukt, willen de Russen vrede. Maar familie Jansen wil natuurlijk wraak. Vraag is nu alleen nog. Wie gaat de trekker overhalen? Ik doe het. Mike, wil je er meer ui bij? Ui? Sorry, ik doe het. Waar heb je het over? Je weet best wel waar ik het over heb. Ik wil niet dat er nog iets gebeurt met pa. Ik doe het. Je weet toch hoe we dit soort zaakjes afhandelen? Dat dit persoonlijk is, verandert niets aan de situatie. Bovendien zou pa ook niet willen dat jij dit doet. Luister, Dimitrov vertrouwt mij. Net als jij denkt dat ik niet de ballen heb om ook wat te doen. Vertrouw me dan maar. Mike, het raakt ons allemaal. Maar we moeten het ons niet persoonlijk aantrekken. Het is niet persoonlijk, het zijn zaken. Is het niet een beetje zwaar, jongen? Mike, luister. Het telefoontje wat ik net kreeg? De locatie is bekend. Je wordt naar de kleine Italiaan gebracht. En daar zorg ik dat dat wapen voor jou verstopt ligt. And that's it. Ziet er netjes uit, Michael. Ik vertrouw jou. Ik weet, je bent geen Sonny. Ik ben blij wij kunnen afspreken. Je weet, was niks persoonlijks. Strictly business. Die had nooit kunnen gebeuren. En laat het niet nog een keer gebeuren. Ik wil garantie dat mijn familie niets meer overkomt. Ik zweer het op mijn bratwe. Ik weet niet of ik dat nog kan geloven. Geen vertrouwen, geen vrede. We doen wat moet om onze vader te beschermen. En beschermen heeft geen zin, Michael. Hij gaat niet meer met de tijd. Vroeger was onze samenwerking perfect. Maar tijden veranderen. Er moeten andere dingen gebeuren. Misschien jij, je broer. Wij kunnen een hele stad in ons zak hebben als we dat willen. Ik moet even naar de wc. Oké, wc is daar. Sorry, Mike. Voor de zekerheid. Jezus, komt dat nu uit de film?